Tijdvak 10, welvaart en cultuur. Je ziet het al aan de gekleurde blokken eronder. Bij dit kenmerkend aspect komen alle kanten van de samenleving terug. We gaan kijken naar de toenemende westerse welvaart. We gaan eens kijken naar de economie, maar ook de rol van de politiek erbij. En die leidt uiteindelijk tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. Eerst even naar de economie en de politiek. En we behandelen in deze video vooral Nederland als voorbeeld van die toenemende westerse welvaart. En dan heb ik die ontwikkeling van die economie en de politiek in verschillende periodes verdeeld. En de eerste periode is de periode na de Tweede Wereldoorlog, de 10 jaar daarna, die bekend staan als de periode van de wederopbouw. Dit is een periode van economische schaarste. Ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Dat zie je bijvoorbeeld aan dit noodgebouw terug. Dit is een schoolgebouw, maar je ziet al, vergelijkend met je eigen gebouw, heel veel luxe is er niet. Eén persoon die een hele grote rol speelt in deze periode is minister-president Willem Drees. Hij is eigenlijk een beetje de verpersoonlijking van die wederopbouw, want die regering speelt echt een hele grote rol daarbij. Zo stelt de Nederlandse regering de lonen en de prijzen vast. De lonen moeten niet hard stijgen, want dat is niet goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar tegelijkertijd moeten de prijzen ook weer niet te hard stijgen, want dat is niet goed voor die Nederlandse werknemers, maar ook niet goed voor de Nederlandse export. En de regering gaat hierover in overleg met het bedrijfsleven en ze komen tot afspraken. Daarnaast neemt de regering het voortouw bij de bevordering van de industrialisatie. De industrie moet weer opnieuw opgebouwd en verder uitgebouwd worden. Er moet meer werkgelegenheid komen. En als laatste zien we ook dat er in deze periode een begin wordt gemaakt met de zogenaamde verzorgingsstaat. Er begint de opbouw van sociale zekerheid. Uitkeringen voor bijvoorbeeld werkloosheid, ouderdom of arbeidsongeschiktheid. Dat is wat een verzorgingsstaat is. En Willem Drees die is er eigenlijk de verpersoonlijking van. Hij krijgt ook wel de bijnaam Vadertje Drees, omdat hij dit opgezet heeft en dus als een soort vader voor de Nederlandse bevolking zorgde. Nou, die wederopbouw die slaagt en dan zien we dat de welvaart enorm toeneemt vanaf de tweede helft van de jaren 50. En er ontstaat dan ook een consumptiemaatschappij in Nederland. Dit is een periode van groeiende welvaart. Nog nooit in de geschiedenis was men zo rijk geweest dat men zoveel te besteden had. En dat zie je terug in een aantal opvallende zaken. Zo neemt het autogebruik enorm toe onder de Nederlandse bevolking. En tijdvak 10 is de tijd van televisie en computers. En dit is dan ook de periode waarin de televisie haar intrede doet in Nederland. In steeds meer Nederlandse huiskamers komt de televisie te staan. En dat is ook weer een teken van luxe, van zo'n consumptiemaatschappij. En daarnaast zien we ook dat steeds meer Nederlanders op vakantie gaan, zelfs naar het buitenland. Nou, die periode van die groeiende welvaart duurt tot 1973. En dat jaar is niet zomaar gekozen, want 1973 is het jaar van de zogenaamde oliecrisis. Vanwege allerlei spanningen in het Midden-Oosten rondom de staat Israël, wordt eigenlijk door de Arabische olieproducerende landen de toelevering van olie naar westerse landen, die Israël zouden steunen, eigenlijk verminderd. Nou, dat zorgt ervoor dat er een tekort ontstaat aan olie. En olie is belangrijk voor het vervoer, denk aan benzine. Maar olie is ook belangrijk in de industrie om die machines te laten draaien. De prijs van de olie stijgt in het Westen en dat zorgt voor een stagnatie van de economie. Er komt een einde aan die ongebreidelde economische groei. En tegelijkertijd zien we ook dat in deze periode het belang van de industrie voor de economie sowieso af begint te nemen. Op dit kaartje zie je dat bijvoorbeeld bij paarse gebieden. Daar zie je dat de industrie in een bepaalde periode dus toeneemt, of het aantal werknemers in die industrie toeneemt. En dat geldt dus voor de eerste 4 periodes op deze afbeelding. Maar in de laatste periode, vanaf 1973, zie je dat alle provincies groen gekleurd zijn. En dat betekent dat er een afname is in iedere provincie van het aantal personen dat werkzaam is in de industrie. Hoe komt dat? Nou, er zijn 2 hoofdredenen voor. Ten eerste wordt er heel veel industrieel werk verplaatst naar zogenaamde lage lonenlanden. Steeds meer producten worden made in China of made in Taiwan bijvoorbeeld. En daarnaast zien we dat veel menswerk wordt overgenomen door computers en door machines. Het werk wordt geautomatiseerd. En die automatisering is ook een teken van een nieuw type samenleving dat zal gaan ontstaan. De informatiesamenleving of de informatiemaatschappij. Die vanaf halverwege de jaren 90 eigenlijk typerend is voor onze westerse samenleving. Wat is dat, zo'n informatiemaatschappij? Nou ja, het wordt ook wel een post-industriële samenleving genoemd. Een samenleving die na de industriële samenleving komt. En waarbij dus steeds meer mensen werkzaam zijn in de dienstensector. In tijdvak 8 hebben we die industriële samenleving zien ontstaan. Waarbij dus veel mensen in de industrie werkzaam zijn. Nu wordt dat dus een informatiesamenleving waarbij veel mensen in de dienstensector werken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan verzekeringen of het bouwen van websites, om maar eens iets te noemen.
Tegenwoordig maken wij namelijk niet meer zo heel veel producten in Nederland. We hebben vooral heel veel kennis en die kennis gebruiken we om te delen met de rest van de wereld. Oké, dus er vinden grote economische veranderingen plaats, vooral een groeiende welvaart. Wat heeft dat voor gevolgen voor de cultuur en voor de sociale verhoudingen? Nou ja, vooral vanaf de jaren 1960 zien we grote sociaal-culturele veranderingen door die toenemende welvaart. En ik pak even de drie grootste veranderingen eruit die eigenlijk ook weer allemaal met elkaar te maken hebben. Ten eerste wordt het christelijk geloof steeds minder belangrijk in Nederland. Er vindt een grote mate van ontkerkelijking en ontzuiling plaats. Die verzuiling die de Nederlandse samenleving bij elkaar heeft gehouden aan het begin van de 20e eeuw, die valt nu helemaal uit elkaar. En het kerkbezoek neemt enorm af. Daarnaast zien we dat er in de jaren 50, maar zeker in de jaren 60, allerlei jeugdculturen beginnen te ontstaan. Groepen jongeren die zich identificeren met elkaar door middel van hun kledingkeuze, en bijvoorbeeld hun muziek. Popmuziek is heel belangrijk voor een jeugdcultuur. En die jongeren die zijn vaak heel erg kritisch op de maatschappij om hen heen. Ze nemen niet meer zomaar het gezag van bijvoorbeeld hun leraren of de politie aan. En ze geloven niet meer zomaar alles wat de politiek zegt. Er vinden bijvoorbeeld ook heel veel demonstraties plaats door jongeren. En waarom komen die jeugdculturen zo opzetten? Nou, dat heeft ook weer te maken met die toenemende welvaart. Dit is de eerste generatie die in relatieve luxe opgroeit. Misschien is het ook al een beetje een verwende generatie, maar in ieder geval een generatie met heel veel vrije tijd. En daar willen ze dan ook van genieten. Hun ouders snappen die jongere generatie niet altijd. Dat komt omdat die ouders de oorlog nog hebben meegemaakt. En dat zorgt voor generatieconflicten, verbotsingen tussen jong en oud. En die jongeren gaan zich dus ook echt afzetten tegen de maatschappij en tegen de oudere generaties. Ja, en dit past prima in het plaatje van de zogenaamde individualisering. Je gaat je steeds meer buiten de groep stellen, je gaat jezelf steeds meer als een individu beschouwen, waarbij je zelf eigen keuzes mag maken. Nou, wat zorgt ervoor dat die individualisering op gang komt? Ten eerste dus die toenemende vrije tijd die ik net al noemde. We hebben gewoon meer tijd om aan onszelf te besteden. We hoeven niet meer altijd te werken of op school te zitten. Daarnaast zien we ook dat de mobiliteit is toegenomen. We hebben het al eerder over die auto's gehad. Nou, veel jongeren die konden bijvoorbeeld ook een autootje kopen of een brommertje of iets dergelijks. En daardoor konden ze gemakkelijker uit hun eigen stad of uit hun eigen dorp weg om ook andere mensen op te zoeken, om de rest van de wereld te zien. En de rest van de wereld kregen ze ook steeds meer te zien door de opkomst van de televisie. Zo kwam men in aanraking met andere ideeën, buiten de eigen zuil ook bijvoorbeeld. En één groep die we hier dan nog even in het bijzonder moeten noemen, zijn de feministen. De jaren 60 zijn ook de jaren van de tweede feministische golf. Die eerste feministische golf kwam vooral op voor politieke rechten voor vrouwen. Deze tweede feministische golf komt vooral op voor sociale rechten voor vrouwen. Vrouwen en mannen moeten nu echt gelijk behandeld gaan worden op alle vlakken van de maatschappij, vinden die feministen. Ja, en deze sociaal-culturele veranderingen die vanaf de jaren 1960 dus ingezet worden, die vinden eigenlijk tot op de dag van vandaag plaats.